Vandaag, hoe gaat het verder met de Epic trainingen? Hoe ziet mijn Radboud er nu uit? Maar eerst Gert-Jan. Naast de service desk gaan we ook werken met oplosteams die op de afdeling problemen komen oplossen. Teams bestaan uit beter 2.0 mensen, aangevuld met 14 extra credential trainers. Verder zijn er issues rondom opnameplanning en overplaatsen. Dit zijn we centraal aan het oppakken. We zullen zorgen voor een goede overdracht naar de nacht en morgen komen alle opnameplanners bij elkaar om dit probleem gestructureerd aan te pakken. Mede op basis van de leuke reacties die we gehoord hebben van de medewerkers uit de andere Epic ziekenhuizen, wil ik jullie allemaal bedanken voor deze eerste 2 weken en jullie geweldige inzet daarin, met name de superusers. We zijn er nog niet, maar we zetten onze schouders eronder om alle issues op te lossen. De Vossenlaan wordt ontmanteld. Hoe gaat het nu verder met de trainingen voor Epic? Betekent dat dat de stekker ook uit de Epic trainingen gaat? Absoluut niet, want we weten dat we nieuwe medewerkers binnen blijven krijgen. En we gaan door met trainen op iedere eerste en iedere derde werkweek van de maand. Dus zowel voor verpleegkundige artsen, maar ook voor andere doelgroepen zal er gewoon een standaard trainingsaanbod blijven. Wat binnen het ziekenhuislocatie uitgevoerd zal worden. En we gaan nu nadenken over hoe we gaan trainen vanaf volgend jaar. Dus vanaf 1 februari zal er een nieuw trainingsaanbod zijn. Waar we heel specifiek gaan bekijken de komende maanden van wat moet nog in dat face-to-face onderwijs. En wat zou bijvoorbeeld ook heel goed naar de werkplek kunnen. Omdat we dan natuurlijk ook hele specifieke expertise op werkplekken hebben zitten die we heel goed moeten gaan gebruiken. En komt er ook een soort aanbod voor mensen die net iets verder willen in het systeem? Ja, daar zijn we zeker mee bezig. We denken dat het heel belangrijk is om het systeem heel goed te gaan benutten. Dus we willen ook een soort advanced classes gaan inrichten. En je ziet nu al zelfs al dat er dat soort vragen ontstaan. Dus waar het kan proberen we die ook al te beantwoorden. Maar daar zal zeker ook een aanbod voor gaan komen vanaf volgend jaar. Met Epic is ook het nieuwe Mijn Radboud in de lucht. Wat kunnen patiënten ermee? Wat ze zien zijn labuitslagen met een vertraging van 1 week. Histologieuitslagen met een vertraging van 2 weken. De brieven die wij versturen aan externe partijen. En de afspraken die ze hebben in de toekomst, in het verleden hebben gehad. En met een samenvatting erbij. Wat zien ze vooral niet? Wat ze vooral niet zien zijn onze notities die we maken. Dus de decursus of de verslagen of de OK-verslagen. Behalve als ze in de brief worden gestopt. Ze zien geen medicatieoverzicht. Ze zien hun diagnoses niet, omdat ze dan ook werkdiagnoses zouden zien. Dat zijn de belangrijkste dingen die ze niet zien. Wat kunnen patiënten met Mijn Radboud wat ze voorheen niet konden? In Mijn Radboud nu kunnen ze ook afspraken annuleren. Ze kunnen ook afspraken maken zelf, zijn standaard controleafspraken alleen. Daarnaast is het mogelijk voor afdelingen om online vragenlijsten te maken en die met de patiënten delen. Ze kunnen thuis gewicht invullen of andere waardes invullen en die worden in het EPD opgenomen. En ze kunnen vragen stellen aan hun behandelteams. Tot zover. Tot volgende week.